Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. En de satellietfoto laat het verhaal voor vandaag al zien. Boven Duitsland zitten wolkenvelden, maar die zijn nog ver van de Nederlandse grens verwijderd. In de loop van de dag komen ze wel wat dichterbij, maar echt bereiken doen ze ons niet. We krijgen wel een paar stapelwolken en verder na het optrekken van het ochtendmist volop zonneschijn. Ook vanmiddag flinke zonnige periode en slechts een paar stapelwolken of wolkenveldjes blijft overal droog. en Het wordt 19 tot 21 graden. De wind neemt wel toe naar winkel 3 tot 4, daarmee is die wel duidelijk aanwezig. Vanavond lossen de stapelwolken weer op en wordt het helder. Later vanavond en vannacht is er een kleine kans op pollicht, dan moet je richting het noorden kijken. Morgen opnieuw vol op zonneschijn en slechts enkele wolken, grootste kans op bewolking in de oostelijke en zuidoostelijke provincies. Temperaturen een graadje hoger dan vandaag, 21 à 22 graden, smiddags dus staat er wel een fractie meer wind. Ook zondag een uh, vrij stevige noordoostenwind in de middag, 3 tot 4 boven, soms windkracht 5, 20 à 21 graden en er is een hele kleine kans op een licht spatje. Maandag en dinsdag wordt de kans op een bui wat groter, vooral in het noorden, maar de zon blijft van de partij. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.